VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van VVV TV. We beginnen deze uitzending met een terugblik op de gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag. Dat doen we als eerste met Tristan Dekker, de maker van de 2-1. Hij kijkt met een goed gevoel terug op afgelopen vrijdag. Positief. Positief bij vlagen, ook veel verbeterpunten. Maar over het algemeen 3 punten, dus dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja. Wat zijn die verbeterpunten dan? Ja, bij Vlaag geven we gewoon nog te veel kansen weg. En 2 doelpunten ook heel onnodig, naar mijn mening. Dus daar moeten we zeker mee aan de slag gaan. En dat zien te voorkomen in de toekomst, ja. Dekker speelde in zijn geboortestad Den Haag. En dus was het voor hem een bijzondere avond. Ja, terug eigenlijk waar ik vandaan kom. Dus veel mensen ook komen kijken voor mij. En ik heb een soort van extra energie misschien onbewust gekregen, ja. Wat was het voor wedstrijd voor jou? Ik kreeg veel ruimte aan de rechterkant. Speelde een beetje met Kees op de flank, die veel zijn eigen ruimte mocht zoeken. Dus voor mij betekende dat wel veel ruimte om eroverheen te gaan. En die rol kreeg ik ook een beetje van de trainer. En een beetje een soort fullback eigenlijk, die rol. In die rol kwam je ook vaak in een gevaarlijke positie voor het doel. Ja, maar daar ligt denk ik ook wel mijn kracht. Ik ben wel iemand die graag aanvalt en opkomt. En mijn steentje daarin bijdraagt bij het aanvallen. Dus ja, op zich voor mij voelde het wel goed, ja. En dat aanvallende spel leverde Dekker zelfs een doelpunt op. Hij schoot zijn ploeg in de tweede helft op voorsprong. Ik kreeg volgens mij een lange bal van Brian. En ik nam hem aan. Ik zocht de 1-2 met Kees, want ik wist dat hij vaak het midden in ging. En ik wou Kees aanspelen. Die liet hem heel goed lopen voor Richard, die echt overal was op het middenveld. En die gaf hem echt goed mee en ik kon hem eigenlijk zo erin lopen. Ja, je maakte hem eigenlijk af als een volleerd spits. Nou ja, ik kreeg hem mee, ik nam hem nog 1 keer mee en ik dacht eigenlijk niet aan voorgeven. Ik zag later wel op beeld dat Sven ook goed positie koos. Maar ik dacht, ik schiet hem gewoon en ik zie hem zo de verre hoek in gaan, ja. Het was voor Dekker zijn eerste doelpunt na een lange blessure. En dat maakt het voor hem extra speciaal. Het voelde wel als een kleine beloning, ja. Maar dit is pas een kleine stapje van waar we naartoe willen. Dus ondanks dat het wel goed voelde, ja, zijn we wel alweer bezig met aankomende vrijdag. Ben jij helemaal terug weer na je blessure nu? Ja, ik voel me goed met de week sterker, maar ik weet dat er nog veel meer in zit. Dus dat probeer ik ook nog eruit te halen, ja. Dan gaan we verder met onze hoofdtrainer Rick Kruis. Hij zag zijn ploeg winnen in Den Haag, maar wel pas in de allerlaatste minuut. Rick, hoe heb je de wedstrijd en de spanning tot de laatste minuut beleefd? Nou ja, goed. Ik vond dat we tot en met minuut 70, 75 de betere ploeg waren. Daarna vond ik dat we een goal weggaven en dat we in het opportunistisch spel van ADO eigenlijk niet goed meegingen. Had hij ook de andere kant op kunnen vallen, zo was het ook. Alleen ik vond het wel mooi om te zien hoe we hem met Venema nog iemand in konden brengen. En die, ondanks dat het misschien niet helemaal reglementair was, maar toch die goal maakte. En de ontlading daarna was mooi om te zien. Jullie begonnen erg goed aan de wedstrijd. Toch een vroege achterstand. Daar heb je je ongetwijfeld aan geërgerd. Ja, als je eigenlijk 3-4 minuten de bal hebt. En zij hebben 1 keer de bal en hij ligt er gelijk in. Dan word je daar wel boos over als trainer natuurlijk. Maar gelukkig hebben we dat goed opgepakt. Zijn we veel aan de bal geweest in de eerste helft. Hebben we tot en met ongeveer een half uur wel veel de bal gehad. Niet veel kansen gekeerd. Daarna wel door goed dieptespel van Daan Huisman. Van Tijmen die erop kwam. Van Richard Zetacek, van Kees de Boer en Tristan Dekker. Die gevaarlijk werden en onze spitsinstelling konden brengen. Nou, tweede helft iets minder balbezit, maar wel een paar hele goede aanvallen. Waaronder de goal, waaronder de bal die net van de doellijn wordt gehaald bij Tijmen. Dus vorige keer hebben we gepraat over beter worden aan de bal. Daar heb ik wel heel veel goede dingen in gezien deze wedstrijd. Tristan zei al dat de doelpunten te makkelijk werden weggegeven. Hoe ga je dat verbeteren? Nou, door daarop te trainen, maar door ook eisend te zijn naar naar mijn spelers, maar ook de jongens onderling. Dus de eerste komen we veel te open te staan. Daarna is het slecht uitverdedigd. En ook die tweede goal is natuurlijk veel te makkelijk. Dat hij zo tussendoor glipt bij Brian en bij Simon. En die jongens die hebben verdedigend goede kwaliteiten. En dat moeten ze gewoon beter invullen. En dat weten ze ook. En dat kunnen ze ook. Hè. Ik
veel vertrouwen in die jongens. Dus ja, daar verwacht ik wel meer van. VVV won ondanks die tegendoelpunten weer een lastige uitwedstrijd. En dat is niet de eerste keer dit seizoen. Nu moeten de Feyenoorders ervoor zorgen dat ze dat ook in eigen huis voor elkaar zien te krijgen. Maar uiteindelijk is winnen bij Den Haag gewoon een hele goede prestatie. Hè? Zoals we wel vaker in uitwedstrijden dit seizoen hebben gedaan. Maar de focus ligt gelijk op in een topwedstrijd aankomende vrijdag. Om ook de mensen in de koel wat te geven. Want ik vind dat we in uitwedstrijden het eigenlijk hartstikke goed doen. Maar in thuiswedstrijden tot nu toe te weinig hebben laten zien. Heb je ook een idee waar dat aan ligt dan? Nee, vind ik moeilijk. Er wordt al snel gezegd, dan moet VVV het spel maken. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat ik denk dat we bijvoorbeeld bij ADO het spel ook moeten maken. Of dat er hier ook ploegen kunnen zijn die wel ons eerder onder druk zetten. Ja, ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd nodig hebben. Ik bedoel, aan de support ligt het niet. Het stadion is vaak goed bezet. De mensen staan compleet achter de ploeg. Dus daar ligt het helemaal niet aan. Ik denk dat we gewoon meer lef, meer energie en meer ballen moeten hebben in thuiswedstrijden. De volgende thuiswedstrijd is tegen Willem II. Ook een grote ploeg in de competitie. Wat verwacht je daarvan? Nou, een zware pot natuurlijk. Want Willem II is een van de favorieten om bij de eerste twee te spelen dit seizoen. Dus een ploeg met veel kwaliteiten. Maar goed, uiteindelijk voor ons alles bepalend is hoe we er zelf in staan. Wat we zelf op de mat kunnen leveren. En ik denk dat de wedstrijd tegen ADO ons wel veel vertrouwen heeft gegeven. Kruijs hoopt dan ook dat zijn ploeg in de koel beter voor de dag gaat komen dan in de laatste thuiswedstrijden. Ik verwacht een ploeg die beter is aan de bal ten opzichte van de wedstrijd tegen bijvoorbeeld Dordrecht. De wedstrijden die we daarvoor hebben gehad. Want dan was het gewoon overall veel te weinig. Jong AZ was ook te weinig. Weliswaar hele goede tegenstander, maar vond ik dat we zelf ook meer aan de bal hadden kunnen brengen. Dus ik verwacht daarin een verbetering. En ik verwacht dat we vanuit een compacte organisatie het Willem II moeilijk gaan maken. We sluiten deze uitzending af met een vooruitblik op zondag. Dan strijkt de bijzondere Eredivisie namelijk neer in Venlo. Een thuiswedstrijd dus voor de G-voetballers van VVV. En daar kijkt de Foundation erg naar uit. Nou ja, ik verwacht dat het mooi weer wordt. Want het weerbericht zegt dat het zonnetje gaat schijnen. En dat het een fantastische dag wordt voor onze spelers. Maar ook voor de mensen die hier kennis komen maken met aangepaste sporten. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, tijdens deze dag komen drie profclubs deze kant op. Ajax, NEC en Go Ahead Eagles. Die komen hier de bijzondere Eredivisie speelronde spelen in het stadion op het hoofdveld in de koel. En rondom het stadion zijn diverse aangepaste sporten voor alle mensen met een beperking. Die kunnen dat komen ervaren. Bijvoorbeeld kung fu, dans, hockey, voetbal. Er zijn demonstraties, racerunning, rolstoelbasketbal en gewoon basketbal. Dus van alles en nog wat voor iedereen. Dus daar gaan we wat moois van maken. Ook voor de Foundation een bijzondere dag, denk ik. Ja, zeker een bijzondere dag. Het is een van de hoogtepunten van ons jaar. Er zijn natuurlijk heel veel hoogtepunten, maar dit is iets heel groots. En het allermooiste is natuurlijk dat vak O zich hierachter heeft gezet en wij ook nog extra publiek krijgen. De G-voetballers krijgen echt een ervaring alsof ze een echte profvoetballer zijn. Onze harde kern komt deze dag ook aanmoedigen. Natuurlijk is het voor iedereen toegankelijk. Dus ook voor alle mensen die nog nooit hier zijn geweest en een keer in het stadion willen komen, kunnen deze dag onze spelers komen aanmoedigen. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.